Hij glimlacht. Aha, hij is bij u blijven slapen. Begrijp ik dat goed? Floor knikt. Op zijn woonboot was er een groot feest. Daar is hij daarna niet meer gezien. En zaterdag was hij niet op zijn werk, zegt ze snel, om het onderwerp te veranderen. We zijn collega's, voegt ze eraan toe. Hoe weet u dat hij niet meer op de boot was? Kent u daar iemand? Ja, Floor slikt. Ze beseft dat ze het hele verhaal moet vertellen. Mijn vriend is de huisgenoot van Tim. De inspecteur laat een korte stilte vallen. Hij schrijft alles op. Heeft u enig idee waar hij kan zijn? Vraagt hij vervolgens. Ik heb geen idee. Weet u of hij problemen had met iets of met iemand? Sorry, ik... Zoals gezegd, ken ik hem niet zo goed. Ik weet eigenlijk niet eens waar hij vandaan komt. Geen probleem. We gaan het onderzoeken. Kunt u ons zijn telefoonnummer geven? En dat van uw vriend? Floor knikt en pakt haar telefoon om de nummers op te zoeken. Bedankt voor uw komst. Belt u mij alstublieft direct als u iets nieuws weet. Dit is mijn nummer. De inspecteur geeft haar een kaartje en opent de deur.